Goedenavond mannen, het gaat hard hè. We zitten al aan de zevende aflevering van KZTV. De zevende, dat is niet meer om te lachen, dat is gelijk Harry Potter, dat komt ook in zeven delen. Alles wat goed is, komt in zeven stukken. Deze aflevering gaat eigenlijk vooral gaan over onze stage in Font-Romeu. Dus ja, dat is het eigenlijk. Voor de rest doen we niks, hè? Nee. Voor de rest doen we niks. Gebruikelijke. Het gebruikelijke. Ja, we hebben ook een tekening binnen gehad. We zijn op stage, dus we hebben die natuurlijk niet bij. Classic. We laten hier direct even een afbeelding van zien. Merci, voor de schone tekening. Zoals beloofd, vind jij iets heel schoon. Jij krijgt van ons de officiële zak van de Europese kampioenschappen in Zürich. Van eclair en zo. Beetje een gaper en zo. Maar je mag hem hebben. Je weet ons te vinden, je komt hem halen. En we hopen dat je er kei content mee bent. Je ziet, alles wat je doet voor ons wordt er eigenlijk beloond. Dus vanaf nu, volle bak tekeningen naar. KZTV @outlook.com. Right. Nog iets? Hebben we brieven gehad of zo? Nee. Geen brieven gehad deze keer. We zijn ongelooflijk hard op de goochel knallen. Serieus mannen, stuur eens brieven. Ja, hey. Weet je wat werk dat is om deze te maken? Ja. Stuur ons brieven. Right. Forum, hier het komst. Dora. Zo klaar. Ja, we zijn één dag in Font-Romeu. Onze vriend Bate, Pleerke Soixante-Neuf, is gaan wandelen vandaag. Het is beginnen regenen en ja, we zijn die jongen kwijt. Ja, we gaan die moeten gaan zoeken. Ik zou beter afkorten omdat hij is opgegeten door een beer. Ja, dat is een goed punt. Ja. 2 uur verder, nog geen Bate gezien. Blauwe gaan. Het is toch plezant in de auto. Spijtig voor die jongen dat het regent. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Rien de rien.
springt met je voet daarop en je laat je vallen in die boompjes. Oké, boys, c'est parti. Ja, maar dat is eerst, hè. Ja. Oh. Ah, dat is zeer, jongen. Oh, Marie, nee, stop. Oh, dat doet pijn, Marie. Ja. Dat weet ik. Is het al beter? Nee, dat helpt niet. Dat helpt niet. Oh, Marie, even stoppen. Ja. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serais pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Les gens me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de maux de tête. La vérité c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Dieptepunt!
Neem diep de punt. Jullie gaan beloven dat je onze mini niet gaat slagen. Als die mini zo vars blijft, dan wordt het merk dat ze die stok van hier is een gat. Ik ga beloven dat je niet gaat slagen. Ik zal hem niet slagen, maar misschien... Goed genoeg. Mini, kun jij beloven dat je niet zo vars gaat blijven? Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux dire juste pour la rire. Succes de man! Klaas Steven! Eagle Strong! Weet al iets van informatie? Momenteel denk ik zesde. Ah, de vorige zijn ze vijfde. Ja. Ja, boefjes. Est-ce que vous avez quelque chose pour boire? Het is dan ook vijf op de kop. Kom op, man. Hé, hey, ja. Gaat goed. Hoe voelde je? Ja? Ja. Is het echt Roulin? Roulin, ja. Wat jij nog iets hebben voor het eten? Nou, ik ga naar eten. Ja, we gaan naar beneden komen. Boys. Allee. Kom op, hè. Eagle Strong, hè. Eagle Strong. Eagle Flying enzovoort. Even zien een klassieker vijfde of zesde lopen, god wie weet het. Doe nog wel mensen. Ja? Was een goed parcours? Ja, ik... Nee, maar wat een beer, jong. Ja, als je niet erg vindt, kan nog een stukje meelopen, hè. Ja, goed. Ik ben echt... Allee, die 5 kilometer, ik kan dan nu in 13 minuten rondlopen. Nou ja, bon. Qui est pointé à la 7ème place, figure devant lui notamment Félix Deget et Clément Martin. Et bien. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux.